Ik ben Niels Subier en ik studeer fiscale economie. Mijn vader was accountant. En ik kwam toch al wel wat meer met de fiscaliteit in aanraking. Mijn vader vertelde er iets over en toen dacht ik, ja, dit gaat me toch wel erg boeien. Dus toen heb ik uiteindelijk die keuze gemaakt om fiscale economie te gaan studeren. Fiscale economie is zeker geen saaie studie. Het is heel erg actueel. Er veranderen heel de tijd dingen, de rechtspraak en zo, daar moet je altijd goed bijhouden. En je zit altijd op een grijs gebied te werken. Als in, het is niet zwart, het is niet wit, het gaat juist om de discussie. En dat is wat ik er zo leuk aan vind. De campus is gewoon heel gezellig en groen. En ik vond de sfeer die hier hing, kwam heel positief op mij over. Dus dat is de keuze geweest waarom ik uiteindelijk voor Tilburg heb gekozen. Bij fiscale economie wordt er van alles behandeld. Allereerst de algemene economie. Je krijgt gewoon accounting en finance en boekhouden. Daarnaast krijg je een inleiding in het Nederlandse recht, zoals inleiding bestuursrecht en staatsrecht. En je krijgt ook voornamelijk belastingvakken en dat is eigenlijk waar het echt om draait. Dus dan krijg je inkomstenbelasting en Europees belastingrecht, maar ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting. Ik vind belasting betalen niet bijzonder leuk, nee, maar ik begrijp nou wel waarom we dat in Nederland doen. Mijn favoriete vak uit de studie fiscale economie is vennootschapsbelasting. En dat is ten eerste omdat het heel erg actueel is met belastingparadijs Nederland onder andere. Heel veel in de politiek en in het nieuws lees je daarover. En het is ook enorm praktisch. Dus je ziet gelijk waarop je het op kunt toepassen en je ziet gelijk wat je ermee kunt. Bob van der Brand, omdat hij sowieso hij kan een superleuk college geven, maar hij heeft ook van die weblectures. En dan staat hij daar in een PSV-shirt en dan gaat hij uitleggen hoe de jaarrekening van PSV eruit ziet. En dat is ook, ja, het is gewoon hilarisch, maar tegelijkertijd ook erg leerzaam. Toekomstperspectieven zijn goed, het onderwijs is hier heel goed. Je wordt ook constant uitgedaagd om zelf erover na te gaan denken en zelf je eigen ideeën te vormen. Ik ben erg blij dat ik fiscale economie heb gekozen. Ik neem zeker de ruimte voor andere activiteiten. Ik zit bijvoorbeeld bij de studievereniging. Daar zijn we nu ook, op de bestuurskamer. En dat doe ik in commissie. Ik zou dat zeker aanraden, zeker ook vanwege het sociale aspect, maar ook omdat het iets serieuzer is dan bijvoorbeeld een studentenvereniging. Dus je bent ook wel actief met je toekomst bezig.